Ik heb al maanden terug georiënteerd en ik had de minister van OE Reach daar gebracht vorig jaar. Waarbij ik aangewezen heb van wat de calamiteiten zijn van het district, waarvan een van ze de loopbrug. U mag weten dat op een loopafstand een betonnen brug toen is gemaakt bij de vorige regering. Het probleem is dat die vorige regering een brug heeft laten plaatsen, niet op een centraal plek waar die kinderen bijvoorbeeld sneller in de bus kunnen komen. Ik bedoel, die verbinding. Die kinderen moeten ook bij laagwater, ook de burgers, heel moeilijk vanuit de boot op die brug komen of in- en uitstappen. Die nieuwe brug wat is gemaakt voor ze. Ik heb vandaag, niet gisteren, dan het ministerie van Onderwijs gebeld dat die bussen naar binnen moeten rijden. Het is een asfalteerde weg. En ik heb vanmiddag het ja-woord gehad van afdeling schoolvervoer dat die bussen in het vervolg naar binnen zullen rijden. Dus die betonnen brug op een loopafstand kunnen ze gebruiken. Maar gaat een heel mooie brug, alleen moeten we aanpassingen aanbrengen. Maar ik heb die oude brug vandaag een uur terug gesloten voor gebruik. Ik heb intussen de burger, de boothouder en de schoolvervoer, verantwoordelijk van schoolvervoer, is geïnformeerd dat het vanaf vandaag, tegen 12 uur was het, dat mensen nu de betonnen brug moeten gebruiken. Maar volgens een bericht van een parlementariër gaat het niet om één steiger. Ja, het zijn een paar steiger. Je moet zich ook afvragen. Het is een achterstand in het onderhoud. Het is niet de enige brug. Het is niet dat wij dat zo hebben gemaakt. Maar als het onderhoud op tijd was in die afgelopen 10 jaren, dan hadden we dit niet. Ik heb als DC toen werk van gemaakt dat al die bruggen zijn opgenomen. En je mag weten, vandaag heeft ook die brugafdeling bruggen mij ook gebeld van openbare werken. Dat die opname wat ze hadden meegenomen wordt verwerkt en waarschijnlijk gaat het naar een inschrijving. Maar daar is nog geen duidelijkheid over op welk termijn dat gebeurt? Nee, nog niet duidelijk. Maar alvast duidelijk dat wij die ene brug die was gemaakt, die betonnen brug, die nieuwe, dat wordt gebruikt per morgen. Maar bij de andere plekken waar de steigers niet meer in goede staat verkeren, is er daar ook een alternatief? Ja, die is ook meegenomen, dat is van Kronenburg. En Rustenwerk, dat is een particulier brug, overkant. Maar die van Bakkerslo is die baarslecht was wat je op de foto ziet, die heb ik net afgesloten. En heeft het commissariaat geregistreerd hoeveel ongelukken er zijn gebeurd bij de steigers in de afgelopen periode? Nee, ongelukken niet. Het is alleen slecht aan toe. Ik heb wel eentje gehad, een foto. Ik heb die dan geforward voor de minister en daarom is er toen werk van gemaakt. Die mensen zijn gelijk geweest, er is opname gemaakt. Er wordt nu de begroting vastgesteld wat het zal zijn, wat de loden zal zijn. En dan gaat het naar de inschrijving. En hoe lang terug had u met de minister overlegd hierover? Je kan zeggen, in het prille begin, toen het al, ik zag van het is niet meer zo bruikbaar. Maar het moet zijn ergens, ik denk oktober of september, had ik al geantameerd. En van het jaar is er dan toen werk van gemaakt nadat er een paar keer berichten zijn gelanceerd via de media. En wat is de reactie van de minister daarop? De minister heeft toen gezegd van, nou, er is geen geld. We gaan kijken dat die mensen alvast die andere brug gebruiken. Intussen gaan we deze kijken hoe we kunnen aanpassen. Maar als ik zo kijk naar die aanmeersteigers, ze zijn niet geweldig groot. Dus is het zoveel geld dat uitgegeven moet worden? Het gaat zeker miljoenen kosten. Waarom? Alleen een ponton die ter bezien zal zijn voor het heien van die palen heeft $10.000. Daarvoor had ik reeds een burger gevonden die ik zou sponsoren en ik moest dan hout zoeken. Maar je weet, hout zoeken moet je ook geld hebben. Dus ik had de minister ook zo'n ding gestuurd, een offerte wat het bedrag zou zijn om aan hout te komen. We moeten alleen een aanpassing aanbrengen, dan kan de nieuwe brug, die betonnen brug, ook gebruikt worden.